Goedenavond, beste kijkers. Terwijl ik hier nog even heerlijk geniet van het prachtige lenteweer, kunt u weer gaan kijken naar een nieuwe aflevering van ons Praatcafé. Deze maand hebben we voor u het maandjournaal van de maand april, vanuit het keukenraam, Jan Leijten met een onderwerp vanuit de politiek en natuurlijk hebben we ook weer diverse items. Onder andere, we zijn in gesprek met de familie Pauwels in het Emmaus, een verslag van de inritverkoop te S, Circus Bombari te S en de lintjesregen. Dan wens ik u voor nu heel veel kijkplezier. In de kant is het AED-apparaat in gebruik genomen. Een beetje op een officieel manier. Dankjewel. Dit is een cadeautje namens heel de buurt. Op feestelijke wijze is de AED gepresenteerd in Plan de Kant. Deze AED, oftewel automatische externe defibrillator, is aangeschaft door de buurtbewoners in samenwerking met de werkgroep Haren HeartSafe. Ongeveer 90 gezinnen binnen buurtvereniging De Grunzuters en 2 ondernemers uit de buurt hebben gezamenlijk de AED betaald. Ook hebben inmiddels 20 mensen uit de buurt de cursus reanimatie en AED-bediener succesvol afgerond en gaan er nog 20 mensen deze opleiding volgen. Deze cursus hebben ze gevolgd via Haren HeartSafe, een samenwerking tussen EHBO en Rode Kruis Haren Oosterwijk. De opleidingskosten zijn laag te noemen voor de deelnemers, mede door het Rode Kruis Oosterwijk Haren, die een bijdrage levert voor de opleidingskosten en de ondersteuning van vrijwilligers door EHBO Haren. De AED is geplaatst in een buitenkast met pincode aan een woning gelegen aan het Vendelplein, een straat midden in de wijk De Kant. Met het plaatsen van de AED is Plan De Kant hiermee HeartSafe. Er bevinden zich nu op 8 plaatsen een AED in Haren. Dus hartelijk dank dat jullie met zoveel zijn gekomen. Neem een hapje en een drankje. Leo van der Wiel met het 50-jarig dienstverband en de opening van het Leo van der Wielplein. Het was driedubbel feest bij boomkwekerij J. van der Wiel op vrijdag 27 maart. Naast het feit dat Leo zijn 50-jarig dienstverband vierde en de opening van de nieuwbouw bestond de kwekerij 80 jaar. Op 24 maart 1929 werd de kwekerij opgericht door Jan van der Wiel senior. Zoon Wim nam in 1956 de kwekerij over en sinds 1990 is de kwekerij in handen van de derde generatie van de Wiel. Vorig jaar zijn ze begonnen met het bouwen van een verkoopkast en bedrijfsloods. Ook ging het verkoopgedeelte geheel op de schop. Het is heel leuk dat jullie met z'n allen gekomen zijn, want als ik hier alleen had gestaan, dan was mijn speech in het water gevallen. We gaan officieel dit nieuwe gebouw en de kas openen. Het is driedubbel feest bij Boomkwekerij Groencentrum van de Wiel. We hebben het 80-jarig jubileum van de kwekerij. We hebben de opening van het nieuwe groencentrum en de kas. En natuurlijk niet te vergeten het 50-jarig jubileum van Leo. Ik had met onze pa afgesproken dat hij de opening zou doen samen met Leo. Omdat ik het niet leuk vind voor Leo om alleen de opening te doen, wil ik graag mijn drie zussen, Marianne, Annie en Wilma, vragen om Leo daarbij te assisteren. Het openingsweekend op 28 en 29 maart. Er was weer een grote tuinplantenshow. Tijdens deze show
die in het teken stond van de opening van de nieuwe kas- en bedrijfsruimte, waren er natuurlijk volop aantrekkelijke planten en interessante aanbiedingen te verkrijgen. Er waren tuinontwerpers aanwezig die al uw vragen beantwoordden en u op de goede weg hielpen met het ontwerp van uw tuin. Ook werden er presentaties gegeven over aanleg van uw tuin en er was een vruchtbomenspecialist aanwezig op zondag. De mooiste bomen, heestersklimplanten, kruidachtige, rhododendrons enzovoort enzovoort stonden voor u uitgestald en kon u op uw gemak bekijken. De opening van het wedstrijdseizoen van de brandweer Haren-Helvoort. Het brandweerkorps van Haren organiseerde op zaterdag 28 maart provinciale vaardigheidstoetsen. Jaarlijks worden deze in wedstrijdvorm georganiseerd en dit jaar is Haren aan de beurt. Het brandweerkorps van Haren en Helvoort gaat zelf ieder jaar op wedstrijd. Maar dit jaar neemt het korps zelf geen deel aan de wedstrijden. Ze zijn alleen verantwoordelijk voor de organisatie. De laatste keer dat Haren de wedstrijden heeft georganiseerd was in 1997. De dag start om 7:15 bij de brandweerkazerne van Helvoort. Er zijn twee wedstrijdlocaties die op de dag zelf bekend worden gemaakt. Dit omdat het een realistisch beeld moet geven. De ploegen worden op ongeveer 400 punten beoordeeld. Ook op de wedstrijddag kunnen er echte ongevallen plaatsvinden. Daarom staat er een blusgroep paraat en blijft er in ieder geval één wagen op de kazerne. 20, 21, 23, 24, 24, 25, 26, 27, 28, 29, 30. Iedere ploeg krijgt een melding van een ongeval. Dit ongeval is voor iedereen hetzelfde, zodat elke ploeg een eerlijke beoordeling krijgt. Het probleem moet binnen een half uur worden opgelost. Voorop staat de eigen veiligheid en het is natuurlijk niet de bedoeling dat er extra slachtoffers vallen bij een ongeval. Een ploeg kan worden gedisqualificeerd als er een onveilige redding van een persoon plaatsvindt. Er zijn twee wedstrijdbanen en per baan gaan drie ploegen door naar de landelijke wedstrijden. Deze dag vraagt de nodige voorbereiding. De brandweer heeft de volledige medewerking van de bedrijven die ze hebben benaderd. De brandweer heeft vooraf binnen de bedrijven een kijkje kunnen nemen. Het Rebirth Weekend, georganiseerd door de KPJ te Haren. 4 en 5 april werd aan de rand van het dorp Haren het Rebirth Festival gehouden. Het eerste jaar bleek meteen succesvol voor de nieuwe opzet van Rebirth. Voorheen was het 15 jaar lang Haren Interactive. De naam Rebirth geeft de wedergeboorte aan
van een muzikaal feestweekend met bekende internationale en nationale sterren. Naast de jongeren die vaker tentfeesten bezoeken, zag men nu ook jonge kinderen, tieners en ouderen. De zondag was meer voor het hele gezin en dat is prima. Iedereen mag immers genieten van het Rebirth Festival. Ze zouden graag uitgroeien tot een van de grootste festivals in Nederland. De zaterdagavond stond in het teken van hardstyle, een muziekgenre dat overeenkomsten vertoont met trance, hardcore en hardtrance. Bekende DJ's gaven hun eigen draai aan deze muziek. Liefhebbers konden helemaal uit hun dak gaan, al hadden ze op de dansvloer iets meer ruimte nodig dan de bezoekers van zondag. Stonden onder andere de Italiaanse Tatanka, die speciaal voor Rebirth overgekomen was, Noise Controllers, MCDL, Jones en het anderhalf uur durend optreden van Headhunters gepland. Het was gezellig druk en voor de bezoekers was het prettig dat er nog ruimte voor in de tent was, zodat als men kon, ze konden dansen. Ik zit in een cafeetje, want ik wil een beetje eenzaam zijn. Ik wil met niemand praten, want ik heb nu echte liefdespijn. Gisteren nog beloofde... Harder Styles was de naam voor zaterdag. Dutch Day voor zondag. Nederlandse artiesten blijven het goed doen. Eigenlijk zouden Nick en Simon komen optreden. Maar vanwege een recent ongeluk in Spanje waren Nick en Simon nog niet voldoende hersteld om op het podium te staan. Natuurlijk was men in eerste instantie geschrokken. Maar dezelfde dag werd al bekendgemaakt dat Jan Smit als vervanger zou komen. Geweldig, dat is pas een waardige vervanger. Ze hebben geen klachten van mensen ontvangen die al een kaartje hadden gekocht. En dat betekent dat de bezoekers tevreden zijn met Jan Smit. Zus Monique Smit, DJ Gijs, Addy Timmermans en Jetty Paletti stonden ook op het programma. De jonge kinderen mochten bij het optreden van Jan Smit vooraan of op het hek zitten. Zo konden zij alle optredens goed zien. Of het nu Laura, Als de Morgen Is Gekomen of Cupido was, iedereen zong en zwaaide mee.
De sfeer zat er goed in. Simon verwacht. Maar die zijn helaas nog niet in de gelegenheid om op te kunnen treden. Dus jullie zullen het bij moeten doen. Het is niet anders. Wat is dat nou? Ja, ik kan. Oh, dit is een bom. Wat is er? Wil je op de foto? Wie wil er nog meer op de foto? Zal ik even gaan zitten dan? Even wachten hoor. Ik kan er niet af, hè? Dat snap je wel. Dat is wel een hele rare foto, dit man. Zijn de Europese verkiezingen. In het gemeentehuis is tot deze tijd een tentoonstelling welke u kunt bezichtigen voor elk land. Tot en met 4 juni kan men in het gemeentehuis genieten van een tentoonstelling. Bij deze tentoonstelling ziet men om de beurt 2 landen welke meedoen aan de Europese verkiezingen. De beelden welke u hier ziet, zijn van de landen Portugal en Letland. Van 4 tot en met 7 juni 2009 vinden in de 27 lidstaten van de Europese Unie verkiezingen voor het Europees Parlement plaats voor de periode 2009-2014. In Nederland zijn er verkiezingen op donderdag 4 juni. Het is voor het eerst dat ook in Bulgarije en Roemenië gelijktijdig met de overige EU-landen wordt gestemd. De Europese verkiezingen worden gehouden op basis van evenredige vertegenwoordiging. Hoe meer stemmen, hoe meer zetels. 60-jarig bestaan van de muziekvereniging Te Es. De muziekvereniging bestaat in 2009, mei 2009, 60 jaar. En dat laten we natuurlijk niet ongemerkt voorbij gaan. 29 mei willen we starten en het duurt tot met 1 juni. Inderdaad, het Pinksterweekeinde. Maar dames en heren, 60 jaar, dat bereik je niet zomaar. We zijn al 60 jaar in stemming, hebben we gezegd. En vandaar ook onze slogan, muziekvereniging St. Willy Borders, 60 jaar in stemming. Het voorlopige programma voor dit 60-jarig bestaan is als volgt. Vrijdags, een promconcert met huldiging van de jubilarissen. Op zaterdagmiddag is de 55-plus-middag. Zaterdagavond, een dansavond met de geweldige band Riverside. Een ludieke optocht van de muziekvereniging en spectaculaire slagwerkmiddag is op de zondagmiddag. De zondagavond, de Ash
factor. Maandagmiddag is de kindermiddag met muziek van de Knoesjes. Momenteel is er een estafette bezig, zoals u ook hier ziet, door middel van het doorgeven van een stemvork. Want onze fanfare bestaat 60 jaar. Er zijn enkele jubilarissen in de kerk te S. En dan zou ik eigenlijk jouw vrouw willen vragen om dat speldje op te spelen. Enkele jubilarissen van het kerkkoor Letitia werden gehuldigd tijdens de jaarvergadering van op donderdag 12 maart voor de leden van dit oudere koor. De jubilarissen zijn als volgt. Piet den Oude, Jan van Schijndel, Truus Verhoeven en Jo den Oude. En als extra vijfde jubilaris, de dirigent Harry. Zo, dan hebben we nog een vijfde jubilaris. En dat is onze dirigent. Die is 12,5 jaar dirigent bij ons. Zonder ruzie. Ja, 12,5 jaar, ja. Dus Harry, ook hartelijk gefeliciteerd. En die dames en de heer Den Oude ook hartelijk gefeliciteerd. Voor die tijd dat ze ons gesteund hebben. Zullen ze leven, lang zullen ze leven, lang zullen ze leven in de gloria, in de gloria, in de gloria. Pasen hebben we alweer achter ons. En natuurlijk hebben ook de kinderen van de basisscholen paaseieren opgehaald in Haren en Helvoort. Met 4.239 eieren hebben kinderen van de Dr. Landmanschool in Helvoort bij het traditionele paaseieren ophalen ruim 1000 euro opgehaald. Dat geld is voor een project in Wit-Rusland. Alle 471 kinderen van de basisschool kregen een rek met 9 eieren mee. De opbrengst werd met door de wilde ganzen en de NCDO verhoogd, zodat er ruim 1500 euro voor het goede doel in Wit-Rusland beschikbaar is. Op de woensdag voor Pasen gaan de kinderen al zingend door het dorp om zoveel mogelijk eieren op te halen. Paaseieren ophalen is een oud gebruik.
Al in de middeleeuwen werd door de arme bevolking bij de rijkere boeren om eieren gebedeld voor na de vaste tijd, omdat er dan toch een overschot was. Tijdens de vaste tijd, 40 dagen voor Pasen, mocht immers geen vlees, eieren of zuivelproducten gegeten worden. Dit, om eieren bedelen, bleef tot begin 1900 in heel veel gemeenten een traditioneel gebruik. Daarna verdween deze gewoonte in veel dorpen. Omdat in Helvoort deze eierenomgang een plaats kreeg binnen het schoolgebeuren, is de traditie tot op heden blijven bestaan. De kinderen worden verdeeld in 15 loopgroepen, ieder met een eigen route. Elk huis in de kern Helvoort en Haren wordt bezocht. Met kunstig besneden paasstokken roffelen de kinderen in de maat van het liedje op de grond. Ze zingen: Vrouwke, vrouwke, doet uw best, haalt de eier uit uw nest. Van die witte hennen, God zal ze kennen. Eén ei is geen ei, tweede is een half ei, het derde is een paasei. Tegenwoordig wordt daaraan toegevoegd: papa-papa-paasei. Wanneer er niet wordt opengedaan, werden nog twee extra zinnen gezongen. Er zit een gatje in de deur en daar kijkt een gierige duveldeur. Huishoudens die geen eieren konden leveren, gaven toen en ook nu nog geld. Een van de kinderen is de Judas. Dit kind draagt de Judaszak waar het geld in gaat. Tegenwoordig gaat de opbrengst van het geld naar een goed doel. Een klein deel, 50 cent, mogen ze zelf houden. Maar vorig jaar gaf 3/4 van de kinderen dit geld weer terug aan ook het goede doel. Onmisbaar met dit weer, de Lammetjesdag in Biezenmortel. In Biezenmortel staat de authentieke langgevelboerderij van de familie van Rijswijk, oftewel Hoeve de Mechtel. Omgeven door prachtige natuur en de serene rust van het platteland. Het enige wat men hoort zijn de swifterschapen, die tevreden grazen in de wei. Op zondag 19 april organiseerde Hoeve de Mechtel in samenwerking met minicamping De Stamhoeve de Lammetjesdag. Op deze dag waren er diverse activiteiten. Kinderen mochten de lammetjes aaien en knuffelen. Er kon geknutseld worden met wol en klei. Ook kon je je laten grimeren en stond er een luchtkussen. Voor iedereen was er een demonstratie van het schapenscheren. Men kon leren wol spinnen en er was een optreden van de familie Bungalow Tent. Voor de sportievelingen onder ons was er ook een wandeling naar de kikkerpoel. Ook kon men van alles kopen. Er was namelijk een verkoop van onder andere
lamsvlees, gelooide schapenhuiden, wolvel, shampoo en bodylotion. En voor iedereen was er wat te proeven van de streekproducten van de duinboeren. Door heel S zijn diverse inritverkopen geweest. U gaat nu kijken naar een verslag hiervan. Zondag 5 april was de inritverkoop in de wijk achter de kerk te S. De organisatrice van deze middag was Lia Vorstenbos. Er hebben zo'n ongeveer 24 gezinnen meegedaan met deze inritverkoop. En hoogstwaarschijnlijk ook een paar illegale. Het gaat de deelnemers niet eens zozeer om het financiële aspect, maar meer om het gezellige sociale samenzijn. Al
is een leuke extra zakcent natuurlijk nooit weg.